Opnieuw een recordjaar voor ASML. De Veldhovense chipmachinefabrikant boekte over het afgelopen jaar een omzet van ruim 21 miljard euro. En dat is 14% meer dan het jaar ervoor. Een goed jaar, ondanks alle issues die we hebben gehad met kosten en inflatiestijgingen. Ja, je kunt niet anders concluderen dat onder de omstandigheden het echt wel een behoorlijk goed jaar geweest is. Hoewel het bedrijf flink groeit, zijn er voor het komende jaar wel onzekerheden. Zo zijn er beperkingen opgelegd. ASML mag de meest slimme chipmachines niet verkopen aan China. En het bedrijf heeft last van de inflatie. Toch verwacht ASML geen dip, omdat de wereldwijde vraag naar chipmachines enorm is. Alles wat ze op dit moment bij ons in bestelling hebben, 40,4 miljard orders in bestelling in ons orderboek, ja, dat ze die niet willen laten gaan. Ja, dus dat betekent dat ook dit jaar de vraag naar onze producten weer hoger is dan wat we kunnen maken. ASML nam het afgelopen jaar 10.000 nieuwe medewerkers aan. Tot 2030 verwacht het bedrijf nog eens 18.000 mensen te werven.